Hey, hallo, ik ben Rebecca en welkom op mijn kanaal. Hebben jullie ook zo genoten van het prachtige weer deze week? Het is echt zomer aan het worden en ik geniet er zo van. En het is weer tijd voor een creatieve video. Ik had het laatst over dat we gingen beginnen met doodles. Nou, ik ga vandaag beginnen met de basis. Want wat is nou een doodle? Een doodle is niks meer dan een klein krabbeltje op een papier. Als kind deden we dat vroeger heel vaak, maar blijkbaar zijn we het vergeten om het te doen. Of we schamen ons misschien en dat is helemaal nergens voor nodig. En tuurlijk zie je allemaal hele mooie dingen voorbij komen waarvan je denkt van, hey, dat kan ik helemaal niet. Nou, één tip, laat vooral die interne criticus gewoon los en geniet gewoon van het tekenen. Ga gewoon lekker in de flow mee, zou ik zeggen. En voor ik ga beginnen met het tekenen van doodles wil ik jullie echt onwijs bedanken voor de 600 abonnees. Ik ben echt zo ontzettend dankbaar dat jullie mij volgen. Echt voor de positiviteit gewoon echt op dit kanaal. Echt van de groep. En ook jullie zijn allemaal zo lief voor elkaar. En ja, ik ben echt zo blij en dankbaar dat ik video's voor jullie mag maken en ik hoop dat jullie nog lang blijven genieten en dat kanaal gewoon ook verder groeit. Dus bij deze echt een dikke buiging, echt onwijs bedankt zou ik zeggen. Ik heb er gewoon geen woorden voor, ik ben echt sprakeloos. Dus ik zal zeggen, ik heb mijn papieren hier al klaar liggen en we gaan gewoon lekker in de flow tekenen. En de basis van het doodlen tekenen is eigenlijk ontstaan door patronen te herhalen. En de basis zijn eigenlijk doodles, patronen. Tegenwoordig heb je allemaal verschillende variaties op, maar de basis is eigenlijk het herhalen van patronen en daar gaan we nu mee beginnen. Ik begin gewoon met het eerste patroon, dat is gewoon een rechte lijn en daaromheen trek ik allemaal blaadjes. Dan gaan we naar het volgende patroon. En voor deze tekening gebruik ik de pastel fineliners van Stabilo. Ze zijn ontzettend prettig en ze hebben een heel mooi licht effect. En een doodle is natuurlijk ook gewoon een vierkantje. En de volgende les gaan we weer verder. Of ik noem het les, maar het is natuurlijk helemaal geen les. Het zijn gewoon inspiraties waarmee je ook makkelijk mee aan de gang kan gaan. En deze patronen kun je ook gewoon gebruiken in jouw bullet journal of tijdens het handletteren om jouw papier op te vullen. Het volgende patroon is dan eigenlijk was weer een rechte lijn met daaromheen een streepje met een balletje. En schuine strepen zijn natuurlijk ook een patroon. En dan gaan we naar de volgende en dat is cirkels. En die zien jullie vaak wel op kaarten, op handletterkaarten, kom je deze vaak tegen. Ja, en ook zeg maar het streepje met de acht of het strikje, hoe je het wilt noemen. Ik maak gewoon kleine achtjes en dan lijkt het op een klein strikje. En het blok wat ik gebruik heb ik bij de Bruna weg. Het is een heel fijn blok. Het is stevig papier. Het is een beetje kartonachtig. Heel prettig om mee te werken. Kijk, en de golfjes ook bij iedereen wel bekend. En het volgende patroon dat zie je niet zo goed omdat het een beetje geel is. Maar het zijn langwerpige driehoeken. Of nee, vierkantjes. En sterretjes zie je ook heel vaak terug bij handletters, maar ook bij doodles om het papier in te vullen. Deze patronen worden ook vaak gebruikt om gewoon je papier in te vullen. En dan hebben we eigenlijk de eerste patronen gemaakt. Er zijn natuurlijk nog heel veel meer. En ik ga rustig verder met mijn papier opvullen en dan zie ik jullie zo meteen aan het einde van het blad. En dan zijn we bijna aan het einde gekomen van het blad en dan laat ik jullie zo meteen zien wat ik er dan mee ga doen. Want als je klaar bent met jouw doodlepatronen, dan kun je hem zo houden. Maar je kunt er ook nog een hele leuke handletter op maken en ik ga er zo meteen een hele leuke handletter op maken. Ik pak even een potlood om de basis van mijn handletter te zetten.
En je kunt natuurlijk heel veel inspiratie vinden op Pinterest. Daar kijk ik ook heel vaak op en ik oefen ook echt dagelijks. En ook niet, al mijn tekeningen zijn ook niet perfect. Ik heb ook wel misses ertussen zitten, maar dan kijk ik ernaar van, hey, wat kan ik hier nou van leren waardoor het de volgende keer beter gaat? En ik heb ook vaak oefenblokken en dat soort dingen waar ik mee oefen. Nou, ik heb de basis van mijn handletters gezet. Ik heb mijn bruspennen gebruikt. En nu ga ik de kleuren mengen. En dat doe ik eigenlijk om te kwastjen met water. Je zet de basis. Je begint met zijn lichte kleur. En aan de bovenkant zet je de donkere kleur. Dan ga je er met zeg maar een klein penseeltje met water eroverheen. En als je dat hebt gedaan, dan ga je hem nog omlijnen met zwarte fijnlijnen. Zodat er iets meer diepte in jouw tekening is. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer!